We gaan uiteraard de sportvraag stellen. Wat is het prijs voor de kinderen in jullie gemeente betekent? Ja, dat is natuurlijk lastig. Jan Klaas? Komkommer, maar komkommer niet zomaar gesneden, ja, gesneden zo. Ja? Zang, kijk eens. Zang, maar dat wil je juist horen, want dat kun je niet eens doen. Heel veel zang. Heb je stiekem al wat geproefd dat ondertussen? Nee? Nee. Heel goed, ik houden. Ja. Kom maar uit. Hij is een beetje nat, maar dat geeft niet. Mochten jullie doen wat jullie willen? Ja. Deze keer, hè? Ja. Op een gegeven moment moeten we ook leren vormen en geven. Maar wat moeten jullie doen eerst met de klei? Voorbedelen? Ja. Met de stampen? Nee? Vind je dat je echt daar als kinderen beter bent dan andere vakken? Nou, maar ja, soms wat ik wil zeggen, dus iedereen heeft een eigen talent. En nou, als we niet doen, komen die talenten niet naar voren. Ik vind het gewoon fijn dat ze hier van alles hebben. Dan kan je ook ontdekken wat je doet. Precies, hè? En wat wil je voor als je het Ja? Ja? Misschien? Hij is er weg.
Heel rustig aan beginnen. Ja. Misschien een blikje open trekken. Ja. Iets makkelijks. Maar ik mocht wel nooit koken van mijn ouders. Voor iedereen om te weten, had ik een kleine droom om dat ze vrienden en familie geld zouden geven aan een fonds om toch meer muziek in de klas te kunnen realiseren. Nou, we zijn nu 12 jaar verder en we zijn echt heel ver gekomen. Dus ik denk dat eerst om stil te staan bij dat feit. En enorm veel danken aan waanzinnig voorzitter en bestuur en ambassadeurs en iedereen in de private sector heeft geholpen. Echt een groot applaus is voor u. Overal geweest in alle lokale akkoorden en met Pavels, et cetera. Dus het, dit is waanzinnig wat we hebben opgericht. Maar nu staan we op een heel spannend nieuw moment waar we echt dit gaan verbreden. Niet alleen maar binnenschool, maar ook buitenschool. En met ook andere disciplines die zo belangrijk zijn voor de kinderen. We hebben dat ook overal gehoord in de laatste 12 jaar. Dat echt muziek is natuurlijk heel belangrijk, maar we hebben meer disciplines nodig om echt alle talenten van de kinderen te kunnen echt ontwikkelen. Dus met grote dank aan de minister en al zijn mensen voor deze grote steun. En ook staat de secretaris Oesterloo, die vandaag niet kon komen, die ook haar steun hier echt heeft uitgesproken. Ik ben hartstikke trots, maar ik vind het ook heel spannend. Het is gewoon echt een ander talent die we kunnen echt ontwikkelen voor de kinderen. Maar ook het is ook leuk voor de kinderen om toch naar school te gaan en niet samen met het andere studenten te kunnen doen. Wij weten heel goed wat muziek doet met je hersenen en met je cognitieve vaardigheden. Dus het is allemaal heel belangrijk voor de kinderen. Maar het wordt aan ons gevraagd overal in het land, we hebben ook iets van dingen nodig, zoals dansen, koken, theater. Dat zijn ook waanzinnige disciplines die echt de kinderen echt in de toekomst heel veel zullen helpen om talenten te ontwikkelen, maar ook een betere persoon te zijn in de toekomst. En dat is ook nog leuk. Wat is eigenlijk het doel? Dus het doel is nog in het begin echt, om toch veel deze disciplines gewoon met name in de scholen waar het minder kan en de kinderen die minder in aanraking kunnen komen op natuurlijke wijze echt om dat wel te kunnen geven. Daarvan zijn er vijf, daar hebt u al kennis mee gemaakt. De doorbraakmethode, zegt Tich Sunita, ook actief in Apeldoorn. Achteraf die lening niet ontijdig terugbetalen. Dan altijd een regeling treffen, altijd kijken of je wat op kan lossen met die deurwaarding te treffen en dat dan in termijnen terug te betalen. Nou, dank u wel voor alle informatie. Het belangrijke van dit gesprek om te onthouden is, als de deurwaarder voor de deur staat, open die deur, ga met hem in gesprek. Opdracht 5, bladzijde 6. Hallo. Hij is weer aan. Hij moet even uit, het scherm moet even uit, hoor. Ja. Oh. Heel goed gedaan. Heel goed gedaan. Heel goed gedaan. Fijn dat jullie aangesproken zijn aan Easter
om de tafel om even te verdiepen. En dat doen we aan dit gesprek. Oh, ja. Ja, ik moet bedenken dat het weer alles afhangt van het weer. In het Nederlands. Ja, niemand gaat een korte boer wonen in maart als het nog weer is. En dan is het een mooi voorjaar gehad. En ik was het gewoon weer geworden. En nu meer. Maar ik kon gezien en even rekening houden met delen en met vier en vooral het weer. Ja. Okay. Ja. En hoe verder had u waarschijnlijk een coach daarvoor nodig? Want u was net begonnen met de tekening. Ja. Om toch dat ze, van een retailer die toch wel dat. Het was een andere voet die je toch wel dat er niet had kunnen leren. Ja, wat zei deze dame achter mij, die helpt mij voornamelijk met leveranciers, want die gaan vinden wel in de nek krijgen van waar je de kat ziet. En Boris, jij bent ook wat je net op de telefoon. Ik ben ook speciaal directeur van Boris Weringer. Vanaf 18 al ondernemer. Een heel andere tak van sport als Dishoek. Dus dat is een heel feest dat partijen meegemaakt. Spanje en Nederland bij elkaar ook wel in Europa gestaan. En in 2012 het fantastische idee komt om een horeca erbij te starten. Samen met de baan. Geeft een Oh, we hebben. Nou, hier. Dat klinkt als één noot. Dat was eigenlijk afgelopen. Ja. ik had al voor de korte schets van het kader van waaruit al financieel-economische. Financieel-economische aspecten, sociaal-maatschappelijke aspecten en regelgevingse. Niet echt groeien, maar we zien ook geen voor onderwijs als de groei tegelijk kan. Vervolgens hebben we gekeken naar de overgang van VO. En dat kan de ongelijkheid vergroten. Kinderen van families met hoogopgeleide ouders, die krijgen gemiddeld zo'n heel abysmal over. Bijvoorbeeld alles wat binnenlands in Holland dan ben je nog niet. Dus dat is wel inderdaad. Wij gaan nu iets vertellen over sociale economie. Ja, oké, dus een andere oorsprong. Ja, ja, hij is op een gegeven moment wel opgepust met stikstofgeld. Ja. Volgens dit plaatje laat de ontwikkeling van vergunde nieuwbouwwoningen zien. En wat je ziet is dat eigenlijk ook na de pasuitspraak die vrijwillige vergunningen zijn verleend.
Het is dus niet zo dat Nederland op slot is komen te zitten. Wat wel zo is, is dat het steeds ietsje lastiger wordt door rechtelijke uitspraken die de mogelijkheden steeds ietsje lastiger. In deze lijstgrafiek kunt u zien dat kunt u de ontwikkeling van het algemeen sociaal vertrouwen over de afgelopen 10 jaar zien. En u kunt zien dat dat redelijk stabiel blijft over de afgelopen 10 jaar. En dat vinden we eigenlijk ook naar de toekomst. Dus we verwachten eigenlijk maar kleine verschillen naar de toekomst toe. Maar we vinden wel grote verschillen tussen groepen mensen. Zoals u hier kunt zien. Ja? Die kant op. Ik kom ook. Met een beetje zoals je komt. Nou, neem ik weer mee. Ja? Ja. Bent u al een poosje? En netjes. Netjes. Bent u al een poosje? Nou, hier niet zo gek lang. Nee. Dan met het oude rondes erbij. Ja. Daar zo. Nou, ja. Dit is hoor. Ja, het is hier hoor. Ja. Dit is mooier? Ja. Ja? Het is fijn. Wonen en je verbleef in het verbleef. Ja. En toen zijn we dat steeds meer. Ik ben toen in deze streek ook geweest toen, in de tijd. Ja. Omdat het Rode Kruis dus heel veel ook noodcentra opzetten en zo. Ja. En voor de mensen die niet bij, zeg maar, bij familie terecht konden. Ben je met hem terecht? Nee, was het maar zo'n feest mevrouw? Nee, nee. De prinses is getrouwd met... Zegt u? Pico Bello. Pico Bello, hè? Ja. Grote huiskamer. Ja. Mijn kinderen waren er ook. Ja. Ja, vol lof over. En komt u uit deze buurt? Hier zo? Ja. Ik ben geboren in Beek. Ja. In de Beek. Dus, vlakbij. Ja. Ja. Okay. Nou, ben ik hier in. Zal niet meer vertrouwen in en dan wel. Daar kwam ik als jong meisje en daar was ik gelukkig van Amsterdam, dat vond ik het einde. Dat moet je in Rotterdam niet zeggen, denk ik. Nee, oh nee, nee. Dan heb je echt je vijand. Ja. Hebt u er lang gewoond in Amsterdam? Ja, toch wel lang. Jij bent toen geboren. Ja. Want uit op het begin, dat is heel pijnlijk. Dus, dat doet u liever niet. Dat doe ik niet meer. Dat heb ik één keer gedaan en toen heb ik gezegd. Als mensen het leuk vinden om te doen, nou ja, dan willen wij het ook beginnen. En sommige mensen vinden het inderdaad leuk om dat te doen. Nee, het is maar mooi die vinden dat het niet leuk om te doen. Ik heb dat 40 jaar gedaan. Dat is het wel mooi geweest. Dat horen we vaak. Ja. Ja. Nou, genoeg. Ja, het is gelijk voor een hele. Ja, precies, maar niet. Ja. Nou, ik wens u het allerbeste. Ja. En nog een fijne dag. Fijne dag verder. Feest. Ja, jullie verder ook. Tot ziens, hè. En dank u wel voor uw liedje. Ja. Het is prachtig. Je ziet er leuk uit. Tot ziens. Dag. Dag.